Vaki Holderson binnenkant. Buiten zij de Golden Avenue. Fleur Swageman ligt nog altijd op de derde plaats. Zo komen we dan de laatste rechte lijn in. Daarachter probeert Chilling Rainbow wat goed te maken naast Bizarre Zandbergen. Maar de leiding is inmiddels overgenomen door Golden Avenue. Golden Avenue die neemt afscheid van het veld en heeft een tweetal lengte voorsprong genomen. Vaki Holderson wordt naar het tweede spoor gedicteerd voor een contra-attack, maar er komt niet veel meer uit. Aan de buitenzijde komt nog wel Bizarre Zandbergen. En die lijkt de gevaarlijke challenger te worden voor Golden Avenue. Als de paarden nu de laatste 300 meter in zijn gegaan. Met aan de binnenkant nog altijd Golden Avenue de leider. Bizarre Zandbergen valt aan in het tweede spoor. Aan de binnenkant ligt Fleur Swageman. Heeft geen meter te veel gelopen. En kan voor een plaatje meedoen. Aan de buitenzijde komt daar Dean Bros. En die komt hand over hoef naar voren. Het is aan de binnenzijde. Golden Avenue. Golden Avenue die houdt stand. Dean Bros tweede. Bizarre Zandbergen derde. En vierde is Fleur Swageman. Ja, daar zijn ze al. Hij staat geloof ik niet zo goed stil, hè Dennis? Ik moet meerennen. Ja, hij staat helemaal niet stil. Ik kreeg een paar hele grote gimpen aangeboden, maar ik red me zo ook hopelijk wel. Hé, ze deed het vandaag weer, hè? Het was niet makkelijk, denk ik. Ze kreeg niet helemaal cadeau. Ja, dat is goed. Nee, ja, op voorhand had ik ook niet verwacht de kop te kunnen pakken. Want die anderen gaan me niet cadeau geven. Maar ja, hij vond het vandaag ook uit het veld ook weer leuk. En hij maakt het fantastisch af. Ja, nou, een super prestatie weer. Wat is je planning voor de komende weken voor haar? Voor hem. Maar ik heb eigenlijk nog niet echt vooruit gekeken. Volgens mij heeft hij over 2 weken of zo hier ook weer een koers, dus dan zal hij hier wel weer lopen. Ja, zo kan je er nog van hem wennen. Ja, maar het blijft een fantastisch paard. En hij lijkt elk jaar nog steeds beter te worden. Het is ongelooflijk, maar waar. En ja, zolang die fit blijft gaan we door. Top, dankjewel. Dames en heren, de uitslag van de vierde koers is in totaliteit officieel. Koers is gewonnen door nummer 6 Golden Avenue in een kilometer tijd van 1:20.09. Tweede geplaatst nummer 8 Dean Bros. Derde de 7 Bizarre Zandbergen. Vierde de 3 Fleur Swageman. En vijfde de 1 Disco Jet. 6-8-7-3-1 is officieel. Dames en heren, uw applaus voor Dennis Minnema en Golden Avenue. Prachtige prestatie vandaag weer. En de start is gevallen. Grand Café aan de baanprijs. Een mispas voor Disco Jet in de beginfase. En we gaan de eerste meters door. En het is aan de buitenzijde Fleur Swageman. Die een robbertje strijdt om de leiding met Vaki Holderson aan de binnenzijde. Maar Fleur neemt de leiding over. Vaki Holderson tweede. Aangesloten als derde ligt nu al Bizarre Zandbergen. Die had een goede start genoten. Op de vierde plaats is het Golden Avenue. Met in vijfde stelling Gideon of Egypt. Zesde is Disco Jet. Zevende is Dean Bros. En op enige achterstand is Chilling Rainbow na een matig trage start. Als de paarden de klingende haalboog doorkomen op weg naar de overzijde van de baan. En daar heeft Vaki Holderson de leiding overgenomen. Vaki Holderson leidt met 1,5 lengte voordeel. Op de tweede plaats Fleur Swageman. Derde positie voor Bizarre Zandbergen. En vierde is Golden Avenue. Zo gaan de paarden zo dadelijk over het zandpad. En dan hebben we nog 1300 meter te gaan. Gaat dat zandpad voor iedereen goed? Nee, weer een mispasje voor Disco Jet. Maar dat was er maar één. Nou, loopt alweer. En nu zien we galopaden voor Gideon of Egypt. En die uitgeschakeld, nummer 5 galop. En die is uitgeschakeld. De paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Passeren nu het laantje van Jochems met nog altijd Vakia Holderson. Lengte voor op Fleur Swageman. De derde plaats is nog altijd voor Bizarre Zandbergen. Maar die krijgt nu gezelschap als de paarden dan de bocht gaan naderen van Golden Avenue, de baanspecialist. Daarachter volgt Chilling Rainbow. Aan de binnenkant daarachter volgt Niels van der Tol met Dean Bros. En de rij wordt dan gesloten door Disco Jet.
Paarden zijn in de laatste bocht en zijn zo dadelijk halverwege de laatste bocht. Dat punt is nog niet bereikt, maar de koers er wel op af. Drie kwart lengte voorsprong is er voor Fakir Oldenzon, maar staat nu wel onder druk daarvan Golden Avenue. En Golden Avenue meldt zich in het tweede spoor. Fakir Oldenzon binnenkant, buitenzijde Golden Avenue. Fleurs Wageman ligt nog altijd op de derde plaats. Zo komen we dan de laatste rechte lijn in. Daarachter probeert Chilling Rainbow wat goed te maken naast Bizarre Zandbergen. Maar de leiding is inmiddels overgenomen door Golden Avenue. Golden Avenue, die neemt afscheid van het veld en heeft een tweetal lengte voorsprong genomen. Fakir Oldenzon wordt naar het tweede spoor gedicteerd voor een contra-attack, maar er komt niet veel meer uit. Aan de buitenzijde komt nog wel Bizarre Zandbergen. En die lijkt de gevaarlijke challenger te worden voor Golden Avenue. Als de paarden nu de laatste 300 meter in zijn gegaan, met aan de binnenkant nog altijd Golden Avenue de leider. Bizarre Zandbergen valt aan in het tweede spoor. Aan de binnenkant ligt Fleurs Wageman, heeft geen meter te veel gelopen en kan voor een plaatje meedoen. Aan de buitenzijde komt daar Dean Bros en die komt hand over hoef naar voren. Het is aan de binnenzijde. Golden Avenue. Golden Avenue die houdt stand. Dean Bros tweede. Bizarre Zandbergen derde. En vierde is Fleur Zwageman.